Welkom allemaal bij de zomerserie webinar voor de scheidsrechters. De eerste van een serie van 3 webinars. De eerste die we hier in een zonovergrote Utrecht gaan opnemen, op de velden van Kampong, is degene over afspraken maken. Ik ben Koen van Bungen. Ik werk bij de KNWB als medewerker van het expertisecentrum. En naast mij zitten hier Maurits van Dalen en Evelien Plug. En ik zou graag Evelien willen vragen om jou als eerste te introduceren aan de kijkers thuis. Nou, helemaal goed. Mijn naam is dus Evelien. Ik ben 23 jaar en ik ben ook bondscheidsrechter in Zuid-Holland. Ik fluit momenteel in de D-groep. Dat houdt in heren eerste klasse en dames promotieklasse. Top. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, cool. Maurits, mag ik jou het woord geven? Zeker. Ik ben Maurits van Dalen. Ik fluit in Midden-Nederland als bondscheidsrechter in de F-groep. Dat betekent heren derde klasse, dames eerste klasse. En ja, dat is het. Top. En heb je zelf nog gehockeyd? Ik heb vroeger gehockeyd tot het einde van mijn jeugd, toen ik 18 was. Ik ben nu 20, dus ik fluit nu ongeveer 2 jaar voor de bond. Top. Hartstikke goed dat je er bent. Ja, het was even wennen voor mij. Ik moet zeggen, na 150 dagen weer een hockeyshirtje aan te moeten trekken. Ik kon hem nog wel vinden in de kast. Toch? Ja, de mijne is een beetje gekreukeld, maar ik hoop dat het toch wel enigszins eruit ziet. Het is natuurlijk allemaal een gekke tijd geweest. Hè, en hopelijk kunnen we begin september toch starten met de competitie. En daarom is ook precies waarom wij deze webinarseries opnemen. Zodat iedereen straks gewoon heel goed voorbereid weer het seizoen kan beginnen. Eigenlijk meteen een vraag, heb jij het fluiten zelf gemist? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is toch iets wat je eigenlijk elke week 2 keer doet. Ja. En dat mis je wel als je in 1 keer niet meer fluit. Nee, en wat heb je dan precies gemist? Nou ja, allereerst al dat je op zaterdag of zondag wakker wordt en in 1 keer geen wedstrijd hebt. Ja. Dat is leeg. Maar toch wel gewoon het hele bezig zijn met je collega's. Fluiten van de wedstrijd en naartoe gaan en alles. Cool, ja, dus vooral het sociale gedeelte, dat moet ik ook zeggen, dat heb ik ook gewoon gemist. Het sociale gedeelte dat je met z'n tweeën zo'n wedstrijd gewoon tot een goed einde wil brengen. Ja. En daarnaast natuurlijk gewoon de voorbespreking en de nabespreking met de spelers ook in het clubhuis. Ja, dat heb ik persoonlijk heel erg gemist. Dus hopelijk kunnen we dat begin september toch weer een beetje oppakken. En jij, Evelien, wat heb jij het meest gemist? Wat heb ik het meest gemist? Nou ja, het is toch dat je stopt er heel veel tijd in. En dat heb je nu over. Maar ik heb echt wel de wedstrijdspanning en het wedstrijdgevoel. Echt het strijden, zeg maar. Dat heb ik gemist, hoor. Oké. Okay. Zeker. Hey, nu zitten we in augustus. Zonnetje schijnt. We willen allemaal graag naar het strand. Wat doe jij om jezelf helemaal voor te bereiden op het seizoen? Of wat heb je gedaan? Wat heb ik gedaan? Nou, tijdens de coronatijd heb ik natuurlijk wel ervoor gezorgd dat ik mezelf gewoon fit hou. Dus sportscholen waren dicht, dus veel naar buiten geweest om hard te lopen, intervaltrainingen gedaan. En dat eigenlijk doorgezet tot aan nu, zodat we fit aan het seizoen starten. Top, en heb je nog oefenwedstrijden op de planning staan? Zeker, die starten weer aankomend weekend. En ja, dat zijn er al een aantal, dus elk weekend en ik probeer er door de week ook wel in te pakken. Top, dus gewoon zoveel mogelijk wedstrijden pakken en daar weer ritme op doen. Ja, cool. Want dat hebben we toch lang niet gedaan. Nee, dat is echt een heel bizar hoe lang geleden dat is. Dus ik vind het ook super fijn dat we hier nu op een hockeyveld zitten en niet ergens achter een computer. Dus hartstikke fijn dat we kunnen doen. En jij, Maurits, heb jij nog oefenwedstrijden op de planning staan? Ja, ik heb vorige week mijn eerste oefenpot gehad. Cool. En morgen eentje. Geweldig. Nou ja. Zelf heb ik ook een aantal oefenwedstrijden op de planning staan, dus zodat we allemaal goed voorbereid zijn op de nieuwe competitie. Hopelijk kan die gaan starten in september. Hey, en als je zo'n oefenwedstrijd fluit, dus het is een tijdje geleden dat we de laatste wedstrijd zelf hebben gefloten in de competitie. Zijn er nu weer dingen waar je even weer extra op let? Ik heb voordat ik mijn eerste wedstrijd floot, kreeg ik de tip om heel erg op de basis te letten. Okay. Dus echt weer de simpele dingetjes, de basisvaardigheden die om die weer even op te pakken. Dus de basis simpel houden. Ja, precies. Ja. Dat vind ik een hele goeie. Dus daar let ik op. Goed zo. En jij, Evelien, nog punten voor jezelf in de oefenperiode? In mijn oefenperiode? Nou, ik denk dat ik gewoon lekker mezelf moet zijn op het veld. En dat heel belangrijk is. Dus dat is iets wat ik ook ga doen. Goed zo, mooi. Hey, deze webinar die gaat over afspraken maken.
Jij fluit op zondag in de eerste klasse. Jij in de derde klasse. Ja. Daar zit natuurlijk een verschil in, ook qua ervaring. Is het al tijdens de oefenwedstrijden dat je zegt van ja, daar die afspraken ga ik meteen maken met mijn collega's? Van daar ga ik alvast op letten, dat ritme ga ik ook alvast oppakken weer? Nou, ik denk wel dat dat belangrijk is. Al heb je natuurlijk je oefenwedstrijden, kan je met jezelf kiezen met wie je fluit. En vaak ken je iemand dan beter dan een collega tijdens de competitie. Dus op sommige collega's weet je, zeg maar, nou, daar kan ik blind op vertrouwen, hoef ik dit niet af te spreken. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om, als je met iemand fluit die je niet zo goed kent. Zeker in oefenwedstrijden. Ja, dan concrete afspraken te maken. Ja. Cool. En jij, heb jij nog adviezen als je zegt van, juist tijdens oefenwedstrijden wil ik misschien wat anders proberen? Of... Ik probeer in het begin niet heel veel nieuws uit tijdens oefenwedstrijden. Zeker de eerste wedstrijden gewoon, je ritme weer terugkrijgen. Ja. En daarna weer aan je niveau gaan bouwen. Ja. En je zegt dat je net bio af bent. Wat is bio af? Dat is een half jaar geleden. Merk je nou dat je dat er anders afspraken worden gemaakt met jou in een wedstrijd dan misschien jij verwachtte? Je bedoelt als ik toen ik geen bio meer was? Ja. Er wordt niet echt andere afspraken, maar er wordt wat anders naar je gekeken als je geen bio meer bent. Ja. Het komt omdat je loopt ook in het jasje. Het blauwe jasje, het magische blauwe jasje. En dat is toch, het voelt voor mij niet heel anders, maar het ziet er voor de omgeving toch wat anders uit. Later. Maar maken de collega's dan ook andere afspraken met jou nu je geen bio meer bent? Heb je dat, merk je dat? Dat idee heb ik niet. Oké, goed. Nee. En neem jij als dan beginnende bondscheidsrechter, laat ik het zo noemen. Maak je zelf ook afspraken of neem je daar een afwachtende houding in? In het begin werd je toch wel, je werd niet echt verteld wat je moet doen. Ja. Maar je mag als, ik neem tegenwoordig wat vaker het voortouw in het gesprek. Eerst was ik redelijk afwachtend. Logisch ook, hè, omdat je beginnend bent, alles is nieuw. Je leert heel veel. Ja. Maar nu neem ik wel regelmatig het voortouw. Oké. Hangt vanaf met wie ik fluit. Ja, en als je dan het voortouw neemt, zeg je dan van, joh, ik vind dat prettig om het zo en zo te doen? Of werk je gewoon een standaard lijst af van... Nee, het eerste. Je komt altijd samen het veld op en je maakt samen je afspraken. Eens, ja. En het werkt niet als je vertelt, zo ga ik het doen en zo ga jij het dus ook doen. Nee, inderdaad. Hey, en Evelien, als jij afspraken maakt, maak je dan nog een verschil tussen een heren eerste klasse of een meisjes B-wedstrijd of een meisjes A-wedstrijd? Of jongens B of jongens A-wedstrijd? Maak je daar een verschil in qua afspraken? Nee, eigenlijk niet. Elke wedstrijd is toch hetzelfde. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je de basis gewoon bespreekt. Zeker met iemand die je niet kent. Dus of dat nou heren eerste klasse is of dat meisjes B is. Ja. Het is alsnog belangrijk om bijvoorbeeld te bespreken wie fluit waar op het veld. Dus dat is niet verschillend. Maar qua strafopbouw dat... Tuurlijk, dat wel. Maar op de basis gezien, wat jij ook zei, is wel belangrijk dat je het gewoon wel bespreekt. Of het nou heren eerste klasse is of meisjes B. Ja, en als jij dan, want jij bent dan iets ervaren dan Maurits. Maak jij zelf dan ook een verschil in tussen wat voor collega je hebt? Dus of jij daar de leiding neemt of vraag je juist aan de scheidsrechter die misschien wat minder ervaren is. Hoe wil jij vandaag geholpen worden door mij? Ja, en wat heb jij nodig? Waar kan ik jou helpen zodat jij je ook op je gemak voelt en een lekkere wedstrijd kan fluiten? Ja, dat is denk ik belangrijk. Hè? Van mensen, weet je, we zijn allemaal anders en allemaal verschillend. We zitten anders in het leven, we denken anders over fluiten en wat we moeten doen. En juist door te vragen van, joh, hoe kan ik jou helpen? Eigenlijk een hele simpele vraag. Uh-huh. Dan zet je collega meteen aan het denken van, oh, oké, hij wil mij helpen vandaag. In plaats van, we gaan het zo en zo en zo doen. En dat je eigenlijk met je mond vol tanden zit en maar ik ben er ook nog. Want uiteindelijk, precies wat jullie zeggen, je moet die wedstrijd samen fluiten. Ja. Dus zo'n hele simpele vraag, joh, hoe kan ik jou helpen? Waar kan ik je helpen? Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen in afspraken maken, dat je elkaar respecteert ook. Hè? Maar zijn er wel situaties geweest waarvan jij zegt, ja nee, maar
Dat is me zo overkomen dat wil ik zelf nooit zo doen. Dus dat een collega bepaalde afspraken maakt of jouw dingen oplegt of wat dan ook? Ik denk dat het belangrijk is dat als jij in de voorbespreking iets merkt dat je denkt, nou dit zit me niet lekker, dat je dat wel bespreekbaar maakt, want je moet nog aan de wedstrijd beginnen. Ja. Dus wel voordat de wedstrijd start, dat je gewoon op één lijn probeert te komen. Ja. En jou is dat wel eens overkomen dat ze eigenlijk zegt van, de afspraken die maken we eigenlijk in het... In de kleedkamer of waar dan ook. En dat je op het veld komt en denk je, ja, wacht even, we hadden net afspraken gemaakt. Ja, nou, dat je daar dan op terug valt van, ja. Hey, dit hadden we toch niet afgesproken. En wanneer doe je dat dan? Op een moment dat kan in de wedstrijd. Dus bijvoorbeeld even als de bal niet snel genomen wordt. Of bij een strafcorner heb je toch wel even de tijd. Om dan te zeggen. Ja, en gebruik je daar nou ook bijvoorbeeld de rust in tussen de kwarten? Als het echt zegt van, joh, we hadden dit afgesproken, misschien vraagt de wedstrijd weer wat anders. Moet je dan juist die 2 minuten gebruiken om even heel kort te zeggen van, dit hadden we afgesproken, dit is wat nu de wedstrijd nodig heeft. Kunnen we de afspraken iets tweaken? Ja, nou, dat is het handige van de 4 kwarten natuurlijk. En dat is ook een mooi moment daarvoor. Ja, nou, dat vind even ik. Even kort bijspijkeren. Ja. Hey, en Marius, wat zijn jouw... Ik neem aan dat jouw collega nu zit te kijken van je eerste wedstrijd. Die zegt, ja. Ik fluit met Marius, heb ik nog nooit mee gefloten. Welke standaard afspraken wil jij eigenlijk altijd maken? Een aantal afspraken die ik eigenlijk altijd maak is de veldverdeling. Wie fluit waar en wie fluit wanneer. Ja. We hebben het altijd extra over de strafcorner. Oké, okay, en wat dan precies over de strafcorner? Nou, bijvoorbeeld de speler in je rug. Okay. Als je de cirkelscheidsrechter bent en er staat een speler in je rug, die loopt te vroeg de cirkel in. Wat doe je dan? Hoe grijp je in? En... Dus gewoon heel concreet, als dat gebeurt, wat doe je dan? Ja, okay. Dat is een vrij specifieke situatie. Ja. En die kun je ook wel wat duidelijk bespreken. En hoe de ondersteunende scheidsrechter jou ondersteunt bij strafcorner. Okay. Wat ik fijn vind, wat hij fijn vindt. Ja, en als ik vraag me, wat spreek je dan er vaak over af? Wat is jouw intentie om daarover af te spreken? Sorry, hoe bedoel je die? Dus met de ondersteuning bij een strafcorner. Wat ik fijn vind. Ja, dus wat spreek ik concreet af? Bijvoorbeeld dat, weet je, hij laat gewoon doorgaan. Hij kijkt alleen mee. En als ik een, hij praat wel mee natuurlijk in mijn oortje. Bijvoorbeeld als die aanvaller eerder de cirkel in gaat, dan roept hij dat wel. Ja. Maar ik vind het fijn dat dat ik daarna gewoon naar hem kijk en als hij wegloopt, dan weet ik dat het goed zit. En als hij blijft staan, dan kan ik dan toch even contact zoeken. En dat spreek je echt af. Dus als een collega blijft staan, dus als jouw collega wat heeft gezien, ja. Dan moet je blijven staan zodat ik weet, hey, ik moet even gaan overleggen. Ja, of hij roept in mijn oortje, dat kan doen. Okay. Dus dat proactieve, dat vind jij fijn en dat spreek je zo af? Ja. Oké, okay, heel goed. Weet je, en dat is het. Hè. Je moet dingen afspreken die jij prettig vindt. Dat kan voor Evelien misschien niet werken of voor mij niet werken. En dat kan dus ook wekelijks anders zijn als jouw collega zegt, ja maar wacht even, misschien kunnen we het zo en zo doen. Waardoor het misschien nog beter wordt. Want ik ben heel erg benieuwd van, stel jullie hebben afgesproken, jouw collega die blijft staan. Ja. En stel dat 22 spelers het allemaal een goal vinden, maar jouw collega die blijft staan. Ja. Ga je dan toch overleggen en ga je dan terugdraaien? Ja, dat vind ik lastig. Als iedereen het dan een doelpunt vindt en iedereen gaat al staan voor de beginslag, dan zou ik zeggen laat hem gaan. Nee, eens, maar... En weer anders als je in de finale van de heren play-offs staat, dan... Dat zou ik niet doen. Maar... Nee, maar spreek dat af, hè? En ja, dus ja, precies dat. Ja. Precies dat. Dat is waar afspraken over gaat. Van, bij die wedstrijd kan dat misschien goed werken. In die situatie dat. Dus spreek zo concreet mogelijk af. Wanneer je wat doet. Ja. Weet je? En wat je net zei over de oortjes. We hebben een ingezonden vraag van Paul. Die vraag van, joh, wat moet ik afspreken? Ik ben beginnende scheids. De vraag is... Als mijn collega constant aan het coachen is en ik vind dat niet fijn, hoe kan ik dat dan, hoe kan ik dat corrigeren? Of corrigeren, hoe kan ik dat afspreken? Ja, ja. Ik zou het, wat je net zei met Evelien, dat je die rust tussen die kwarten in gebruikt.
om even korte afspraken te maken of even kort erover te hebben. En zeker iets met die oortjes. Dat kan natuurlijk ook tijdens het veld. Ja. Tijdens de wedstrijd bedoel ik. Maar gebruik de rust daarvoor, ja, zou ik zeggen. Ja, zeker die rust in de kwarten en zeker in die 5 minuten of 10 minuten in de rust. In de grote rust, dus het tweede en derde kwart. Ja, gebruik die. Hè. Ja. Gebruik niet die om te zeggen van joh, ja, lekker weer. Lekker weer. Ja. Nee, gebruik die echt functioneel, ja, om de wedstrijd bij te spijkeren. Dat je zegt van, weet je, ja, die speler die heeft misschien extra aandacht nodig, joh, de spelers willen dat, of de coaches, die hoor ik helemaal aan de overkant, wil jij daar wat aan doen? Ja. Functioneel die rust gebruiken en ik denk dat we daar veel meer winst in kunnen behalen. Ja. Maar haalt het jou echt uit je concentratie dat hij de hele tijd in je oortje blijft praten, dan zou ik het wel tijdens de wedstrijd aangeven. Absoluut, dus, tuurlijk. Maar goed, dat kan je natuurlijk ook voorafgaand aan de wedstrijd met elkaar afspreken van joh, hoe wil je gecoacht worden? Hoe wil je met elkaar communiceren tijdens de wedstrijd over het oortje? Ja. Ja, en wanneer wil je geholpen worden? En we weten allemaal, de strafcorner, de situatie is in de verre hoek van je cirkel. Die zijn moeilijk te zien voor de cirkelscheidsrechter. Hoe help ik daar? Wil je dat ik daar proactief help? Of dat je alleen daar kijkt en dat je wat roept? Weet je, dat zijn allemaal afspraken, hele concrete afspraken waar we denk ik mee aan de slag kunnen. Ja. Dus wanneer wil je geholpen worden en op welke manier? En wil je dus dat ik proactief help? Of wil je dat ik kijk? En dat is een balans en dat is voor iedere scheidsrechter anders. Maar ik denk wel dat het heel goed is om dat van tevoren te bespreken. Zodat er niet tijdens de wedstrijd, joh, hou even nu op met praten. Want ik weet wel dat het mooi weer is, weet je, bij wijze van spreken. Ja. Evelien, heb jij standaard afspraken van dat je zegt van, nou, die probeer ik altijd er wel in te fietsen? Nou ja, wat Maurits net zei, inderdaad een stukje veldverdeling en positie van elkaar. Waar ondersteunen we elkaar? Iets dat is wel belangrijk om dat toch elke keer even door te nemen. Ja. Maar ook een stukje communicatie, van hoe communiceren we met elkaar. Je kan wel zeggen, ja, shoot, 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 maar van welke partij dan? Je kan beter in het gevolg praten. Dus is het een corner, is het een vrije slag? Dus echt, ja, in de beslissing praten. En dat spreek ik altijd met mijn collega af. Maar ook hoe we communiceren met de spelers. Ja, praten we tegen de spelers of praten we met de spelers? Toch wel een groot verschil. Dus dat neem ik altijd mee. En als vrouw, hoe praat jij met de spelers? In plaats van tegen de spelers? Nou, als zij bijvoorbeeld aan me vragen van, het was daar shoot, heb je dat niet gezien? Dan heb ik zoiets, nou, ik heb het niet gezien, maar misschien mijn collega wel. Ik ga het even voor je vragen. Dat is al klinkt veel opener dan dat je zegt van, nee, het was geen shoot. Exact. Ja, dus, ja, heel goed. En nog andere afspraken die je standaard maakt? Nou, een stukje strafopbouw vind ik ook altijd wel belangrijk om door te nemen, zodat dat toch weer helder is. Dus hoe gaan we het doen? Bijvoorbeeld, er is al een balletje weggespeeld in het eerste kwart. We hebben daar de ene ploeg voor gewaarschuwd. En de andere ploeg doet het. Geef je die dan gelijk een kaart of ga je die ook eerst waarschuwen? Ja, wat doen we daarmee? Dat is precies een vraag van René ook. En die zegt van, joh, nou ja, ik heb een team al 3 keer gewaarschuwd voor balletje wegtikken. Wat ik al persoonlijk 3 keer is al veel. Maar goed, dat is wat anders. De ene ploeg heeft al 3 keer een waarschuwing gekregen. De andere ploeg tikt nu 1 keer de bal weg. Moet ik daar meteen een kaart voor trekken? Wat zou het advies aan René zijn? Nou, als het van die tweede ploeg dus de eerste keer is dat ze dat doen, zou ik niet gelijk een kaart trekken. Dan zou ik hen ook waarschuwen. Hey, jongens, ik heb net deze ploeg ook gewaarschuwd. Het geldt ook voor jullie. Ja, dus dan maak je het groot. Ja, zeker. Ja. En dat spreken we dus ook af van tevoren. Ja. Nou, heel goed. Weet je, en juist dat soort voorbeelden, die hele praktische voorbeelden die we gewoon tegenkomen in het veld, zeker aan het begin, die moet je afspreken. Heb je misschien nog meer voorbeelden? Nou, als je dan de strafopbouw hebt gehad, denk ik dat het belangrijk is dat je altijd wat concrete voorbeelden nog bespreekt. Bijvoorbeeld in het eerste kwart is er een opzettelijke overtreding net buiten de 23. Wat doen we dan? Gaan we dan eerst zeggen, ja jongens, niet doen? Of geef je wel gelijk de gele kaart van, dit willen we niet hebben? Is het wel gelijk duidelijk? Dus toch iets waar je dan met z'n tweeën op één lijn mee moet komen. Ja, en als je dus dat afspreekt van, in het eerste kwart, harde breakdown, net voor de 23. Mm-hmm. Wat is dan jouw advies? Wat spreek je dan af? Zeg je van, we gaan eerst waarschuwen? Of zeggen we van, misschien iets meer? Ik zou iets meer doen. In de vorm van?
Nou, als het een echt fysieke opzettelijke... Net voor de 23, breakdown. Ja, dan zou ik een kaart geven. Welke kleur? Welke kleur kies jij? Geel. Ja, zeker. Ja, nee, weet je, en dat is het, hè. Je moet denk ik ook gewoon duidelijkheid creëren. En ja. Zo'n overtreding, het maakt niet uit. Of het in het eerste kwart is of in het vierde kwart. Mm-hmm. Zo'n overtreding, zo'n breakdown, net voor de 23, stikhak. Duw in de rug, dat zien we allemaal. Die moet hetzelfde bestraft worden als in het eerste kwart of in het laatste kwart. En dat is gewoon met de gele kaart, dat is duidelijk. En dan is een gele kaart 5 minuten. En niet eerst waarschuwen. Weet je, dat is zo jammer. Als je dat mogelijkheid niet aanpakt om meteen duidelijk te maken wat je wil. En dat is, ja, dat is denk ik... cruciaal ook in de afspraken maken, zeker heel erg concreet zijn in de voorbeelden. Maar als dat gebeurt, wat doen we dan? En probeer weg te blijven van al dat vage van, ja, bij de eerste stikhak, ja, dan moet je fluiten. Ja. Oké, maar waar is die stikhak straks? Als we hem echt gaan bestraffen, is die binnen de 23 door een aanvaller bij de zijlijn, heeft het weinig impact op het spel zelf. Maar als die net voor de cirkel is, door een verdediger op een aanvaller, ja, dan is het een totaal andere beslissing. Dus ja. Juist die voorbeelden, probeer dat heel erg duidelijk te maken, heel erg concreet. Zodat je zelf, okay, en dus op dezelfde lijn het veld ingaat. Want daar gaat het om, dat je elkaar even weer opfrist. Dat je weet, okay, dit gaan we doen. Dit gaan we doen. Zijn er nog andere afspraken die jij zegt van, nou, die ben ik tegengekomen, die maak ik altijd, of juist niet? Nou ja, bijvoorbeeld, wat doen we als het ene team nou echt veel minder is qua niveau vergeleken met het andere team? Ja. Wat gaan we dan doen? Gaan we bijvoorbeeld bij het ene team heel veel voordeel geven en bij het andere juist wel fluiten? Dat is toch een verschil. Ja, kijk, we zijn allemaal 5 kwartier tot een uur van tevoren op de club. Zeg je dat moet ook onderdeel zijn van de wedstrijdbespreking, dus hoe je verwacht dat zo'n wedstrijd loopt? Of zeg je dat zien we wel op het veld? Nee, ik zou dat wel in mijn voorbereiding meenemen. Ik weet niet hoe jij dat... Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ja. Ja. En dat weet je eigenlijk al, hè? Als je een team hebt wat nummer 1 of nummer 2 staat en die speelt tegen de nummer laatst, ja, dan kan het een eenzijdige wedstrijd worden. En dus bereid je ook voor daarop. Van, weet je, het ene team moeten we misschien wat beschermender fluiten, van dus meer fluiten, zodat je meer ruimte creëert dan alleen maar voordeel roepen, voordeel, voordeel. Dat team wat constant onder druk staat, die wilde geen voordeel. Die gewoon, komen er niet uit. Nee, die komen er niet meer uit. Dus die willen ruimte hebben. En dan kan je heel goed gewoon fluiten. Dus inderdaad, dat is wel echt een onderdeel van die voorbespreking. En gebruik dat ook. Gebruik die uur of die 5 kwartier dat je op een club bent. Gebruik die tijd er ook voor. Dat is zonde als we alleen maar koffies staan te drinken en kijken naar de wedstrijd die ervoor is. Gebruik dat uur. Gebruik dat uur. We zijn niks voor niks een uur van tevoren op de club. Hey, en als je dan merkt dat zo'n team, eigenlijk dat je in de voorbespreking helemaal plan A hebt bedacht, maar eigenlijk komt plan E of G komt opeens uit de hoge hoed, wat doe je dan? Dus ook qua afspraak, we hebben dit afgesproken, maar hoe kunnen we dat dan toch omdraaien? Nou, als je dat in het eerste kwart al merkt, dan heb je natuurlijk die rust tussen de kwarten voor om dat even kort te bespreken, om te zeggen van nou, dit moet anders. Ja. Maar je kunt het ook zelfs nog door het oortje doen als het echt snel moet. En je kunt er meestal wel redelijk makkelijk op schakelen. Ja, dus even gewoon heel, heel kort, zeker op een rustig moment als die bal uit is of achter is. Zeker. Joh, dit merk ik aan mijn kant, hoe kunnen we dat nu doen? Of dan zeg je gewoon, in plaats van een vraag te stellen, joh, ik denk dat het nu goed is om even heel kort te houden. Ja. Want dat is natuurlijk ook van, op het moment dat, welke afspraken ga je maken? Als het wedstrijd weer heel erg of er ontstaat irritatie op het veld, of het wordt opeens heel erg spannend. Ja. Dat je eigenlijk zegt, okay, we hadden eigenlijk een wedstrijd 5-0 verwacht, maar het staat 3-3. Ja, hoe ga je dan het laatste kwart in? Want dat wordt dan alles bepalend. Ja. Dus hoe zou je dat doen? Ik zou dan of over het oortje bespreken wat we anders gaan doen. Dus gaan we minder voordeel geven? Waar geven we minder voordeel? Als je het... Ja, als je de teugels moet aantrekken. Ja. Wat je ook nog kan doen als je geen oortjes hebt. Je bespreekt in je voorbespreking, je maakt een gebaar voor. Ja. Wat gaan we dan doen? Dan bespreek je het gewoon wat uitgebreider van tevoren. Ja. En dan weet je precies wat je bij welk gebaar doet. Goed.
En welk gebaar gebruik je daarvoor? Of zou je daar een suggestie aan voor kunnen doen? Dus teugels aan, ja, of dat? Maar het leuk zijn het zijn teugels. Ja. En een andere klassieker is altijd dit, hè. Dus het loopt uit de hand. Dat is dus misschien een hele ouderwetse, maar... Maar als je niet met oortjes fluit, kan dat dus wel helpen. En gebruik ook, zeker dat laatste rustmoment, dus tussen het derde en vierde kwart, als je merkt dat er wat irritatie ontstaat, gebruik dat daarvoor. En zeg, joh, dit merken we, we gaan het weer even kort houden. En kort houden is gewoon terug naar de basis. Dat is weinig voordeel geven, zodat alle spelers die misschien wat kokender zijn, zeggen, oké, even weer rustig halen. En dat is gewoon voor de basis. En eigenlijk, waar jij mee begon, de basis simpel houden. Ja. En dat is alleen maar door te fluiten. En dat is, en op het moment dat je dat doet, zeker als op het moment dat irritatie ontstaat of dat er iets anders in de wedstrijd gebeurt waardoor het even omhoog gaat, als jij als scheidsrechter dan weer even heel kort houdt, ja, dan denk je, oké, de scheidsrechters zijn er ook nog. Ja, vooral niet meegaan in de escalatie. Nee, en probeer ook zo min mogelijk voordeel te geven dan. Ja. Dat zijn vaak de killers waar we. En dan komen we het veld af van, ja, we hebben toch lekker voordeel gegeven. Ja, maar kijk even, er lopen de drie man met bloed en we hebben vijf gele kaarten moeten geven. Ja, hoe had je dat anders kunnen doen? Ja. Nou, door het laatste kwart gewoon even heel strak te beginnen. En dat zie je vaak, hè. Dus kwart 1 kabbelt een beetje voort. En dan gaat het richting het einde van het eerste kwart gaat dan weer wat heftiger worden. En naarmate de wedstrijd vordert, zeker in kwart 4 gaat hij in één keer door. Qua spanning. Ja, als je daar even iedereen weer... Even rustig, jongens, wij zijn er ook nog. Ja. We hebben dit in het eerste kwart gedaan. Dat doen we net zo goed in het vierde kwart. Zijn er nog andere dingen dat je zegt van qua afspraken maken of in oefenwedstrijden of nu? Denk daar nog aan. Ik denk dat we de meeste wel benoemd hebben eigenlijk. Ik ben nog iets vergeten. Nee, yes. Ja, nee, ik heb alles wel gezegd. Ja, ja? Wat ik zou willen voorbespreken. Goed zo. Een hoge bal zou ik nog... Ja. Zeker. En ook wie fluit waar met de hoge bal? Ja. Ja? Ja, maar dat komt ook wel bij een stukje veldverdeling. Ja, zeker. Ja. Maar de hoge bal is meestal redelijk... Ja, de hoge bal is een hele lastige... Apart, waar trouwens over 2 weken een nieuw webinar over komt, de hoge bal. Dus hou die ook in de gaten. Maar de hoge bal blijft natuurlijk een lastig ding. Hè. Dat is, en nog andere dat je zegt van... Oké, dus we hebben de afspraken gemaakt. We hebben de hoge bal, strafcorner, communicatie met elkaar, met spelers. Nog andere dingen die we afspreken? Bankmanagement. Ja, dus als je de bank neemt, hè? Ja. Wie neemt de bank? Ja. Dat is ook al. En alsjeblieft, ga niet tossen om de bankkant, jongens. Ik zie dat nog steeds gebeuren. Doe dat niet. Alsjeblieft niet. Gewoon zeggen, joh, wil jij de bankkant? Prima. Laat gaan. Ja. En dat is misschien ook, want jij als bio geweest en nu beginnen scheidsrechter, zou jij het adviseren om beginnende scheidsrechter meteen de bankkant te geven? Aan het begin. Aan het begin van de carrière? Nee. Dat, heel simpel. Dat zou ik niet doen. Want? Je komt vanaf clubscheidsrechter of CS+, kom je bij de bond fluiten. Ja. Het gaat allemaal wat sneller, het gaat wat anders. Dus ja, je hebt je handen gewoon vol aan het fluiten. Ja. Maar ben je wat verder in de opleiding en ga je richting je PVB, dan... Dan durf je het wel. Ja, je moet het uiteindelijk ook doen, hè. Je kan niet altijd de publiek kant pakken. Nee. En durf jij als dan de wat meer ervaren districtscheidsrechter, zou jij dat dan ook meteen zeggen? Of zeg je van, joh, ga jij maar lekker daar staan. Ik neem de bankkant, zodat jij gewoon lekker kan fluiten en doen wat je wil? Ik denk dat dat wel een goede keuze is, ja. En als diegene zegt, nou, ik ben er nu aan toe om het een keer te proberen. Tuurlijk, iedereen moet dat ook leren. Ja. Dus ga je gang. Ja, en dan alleen, en als je weet, als de wat ervaren scheidsrechter, dat twee hele... coaches zijn die echt aan het schreeuwen zijn, dan zou ik het niet doen. Hè? Nee. Dus kies daar ook de juiste wedstrijd voor. En probeer dan niet te zeggen, ja, ik ga het nu doen. Bedenk even 2 keer. Tel even tot 10. Of je het echt wil. En als je het dan nog steeds wil, succes. Maar mijn advies zou zijn, joh, laat gewoon even, zeker aan het begin van je carrière, laat die bankkant voor wat het is. Laat lekker die ervaren scheidsrechters dat doen. Zodat je gewoon kan focussen op het fluiten, hè? Wat al heel erg moeilijk en lastig genoeg is. Zijn er andere dingen die je wilt delen met de collega's? Gewoon weer lekker het veld op. Heel veel plezier.
En ja, geniet weer van het fluiten, zou ik zeggen. Nu het weer kan. Ja, nu kan het weer. Dus geniet ervan. En jij, Evelien? Ja, zorg dat je heldere afspraken maakt. Dat alles aan bod komt voordat je het veld op gaat. Zodat je daar in ieder geval geen zorgen meer over hoeft te maken. En dan kan je lekker aan de wedstrijd starten. Goed. Ja. Nou, mijn laatste advies zou zijn inderdaad, maak duidelijke, heldere afspraken. Respecteer elkaar ook in de afspraken. Begrijp dat we allemaal niet hetzelfde zijn. Dat we allemaal niet hetzelfde in het leven staan. Dat we allemaal gelukkig anders zijn. Respecteer dat ook. Gebruik dat uur van tevoren echt om goede, heldere afspraken te maken, wat als. En ook die rust tussen die kwarten om eventueel bij te schaven. En maak die rust in die kwarten ook echt functioneel. Dat zou mijn advies zijn. En tot slot, misschien wat wijze woorden ter afsluiting van deze eerste zomerserie webinars over afspraken maken. Gebruik deze periode nu echt ook om oefenwedstrijden te fluiten. Weet je, het is ruim 150 dagen voor, 150 dagen geleden dat we voor het laatst op het veld hebben gestaan. Die teams die zijn allemaal aan het spelen, die zijn aan het oefenen. Er zijn genoeg oefenwedstrijden van Nijmegen Heren 2 tot Weert Heren 1. Alles oefent en die kunnen wij prima fluiten. En doe dat ook en maak en gebruik die wedstrijden net alsof je op de zondag ook voor de bond echt staat te fluiten. Dus dat je helemaal in het ritme zit en fluit minimaal 2 oefenwedstrijden. Dat zou ik echt wel aanraden. Dit was het eerste webinar in de zomerserie arbitrage webinars. Volgende week zijn we terug. Dan gaat hij over, misschien een hele gekke titel, gebruik je fluit. Wat gaat over management van de wedstrijd. Dus dan gaan we eigenlijk nu door van de afspraken maken. Hoe doe je dat dan ook op het veld? Dat zullen we doen met Mark Bechots. Als je daarvoor nog niet hebt ingeschreven, doe dat dan. Via de mail die je onlangs van mij hebt gekregen. Inschrijven kan nog altijd, tot een minuut voor aanvang. Dus doe het ook. En stel je vragen. Als je vragen hebt over dat onderwerp, mail ze naar opleidingen@knb.nl. En heb je andere vragen over scheidsrechters of arbitrages, die kan je mailen naar arbitrage@knb.nl. Het was mij waar genoeg om hier in de heerlijke zon op Kampong deze webinarserie te starten. Dank jullie wel voor het kijken. Heel veel succes en heel veel plezier bij alle oefenwedstrijden. En hopelijk tot snel of digitaal of ergens binnen de lijnen. Dankjewel voor je aandacht. Doeg! Doei!